Om het Rijk ervan te overtuigen te investeren in Overijssel, biedt de delegatie het document Kansen in Overijssel aan, waarin allerlei verschillende projecten staan waar geld voor nodig is. Het doel is om te laten zien dat dingen die in het regeerakkoord staan, moeten worden aangepakt in de regio's. Ja, bijvoorbeeld in het regeerakkoord staan mooie passages over innovatie, over het vernieuwen van onze industrie, over fotonica. Nou, dat zijn onderwerpen waar aan de Universiteit Twente samen met bedrijven heel hard aan wordt gewerkt. Daar hopen wij geld voor te krijgen. Er staan mooie passages over het verbeteren van bereikbaarheid, via weg, via spoor. Dat zijn wegen en spoorlijnen die in onze provincie lopen, waar wij graag ook geld voor willen hebben. Het gaat over het verduurzamen, over energietransitie, over zorgen dat woningen geïsoleerd worden. Dat zijn allemaal zaken waar geld voor nodig is. Dankjewel. Heel hartelijk dank. Heel goed. Het is heel mooi dat er een hele delegatie vanuit Overijssel is gekomen om hun plan aan ons aan te bieden. En dat is het sterke, denk ik. Overijssel heeft zelf nagedacht wat de opgaven zijn, wat de kansen zijn, waar ze ambities willen hebben. En op die manier kunnen ze zelf aangeven wat hun agenda is en kunnen wij kijken hoe we daar een handje bij kunnen helpen. De provincie heeft 210 miljoen euro uitgetrokken voor al deze projecten. Maar dat is nog niet genoeg. Overijssel wil dat het Rijk het bedrag verdubbelt. Ja, dat is wel onze inzet. Wij vinden, als je kijkt naar de Randstad, naar Eindhoven, investeert het kabinet daar fors in. Wij zeggen als Oost-Nederland doen we zelf ook veel. We hebben veel te bieden. Maar dan mag het kabinet ook eens voor Oost-Nederland kiezen. En dat betekent dat er ook een forse bijdrage bij mag. Wil het Rijk het bedrag verdubbelen? Nou, ik heb gezien dat er best hoge bedragen zijn die ze zelf ook al erin steken. Ik kan niet beloven dat we dat gaan verdubbelen. Dat is best een hoop geld. Maar waar we kunnen helpen, daar zullen we het niet nalaten. Thank you.